Business Studies is een ontzettend brede opleiding. Wil jij weten waar je terecht kunt komen met deze studie? Check dan deze video. Baby. What? Nee, wacht even. Hallo? Ja, zijn van u klaar. Zijn van klaar. Wat is dit voor bedrijf en wat doen jullie? Van der Valk is natuurlijk een bekende hotelketen. We hebben een modern restaurant, een vernieuwde brasserie, 11 zalen voor vergaderingen, congressen, noem het maar op. Wat is jouw functie en wat houdt dat in? Ik ben HR-medewerker binnen Van der Valk Maastricht. Ja, wat komt daarbij kijken? Leuke vacatureteksten bedenken, sollicitatiegesprekken houden, maar ook het hele indienstproces. Dus tot iemand een contract komt tekenen, tot iemand echt daadwerkelijk op de vloer staat. Ik ben bezig iedere 4 weken met de verloning, dat iedere medewerker natuurlijk salaris op de rekening krijgt. En wat voor skills heb je nodig voor je functie? Ik denk dat je wel heel communicatief vaardig moet zijn. Je moet natuurlijk veel gesprekken voeren. Tegenwoordig ook wel echt computervaardig. We hebben heel veel systemen waar je medewerkers in moet zetten. Wat is je bijgebleven van de opleiding wat je nu toepast? Ik denk dat je dan kijkt naar arbeidsrecht bijvoorbeeld. Daar heb je heel veel te maken gekregen met de wet- en regelgeving. De ketenbepaling waar je nu natuurlijk als HRM dan mee te maken krijgt. Gesprekstechnieken die we hebben geoefend ook in de lessen bij Business Studies. En waar heb je nou echt totaal helemaal niks aan gehad? SPSS. Boels is een Limburgs familiebedrijf. Een van de grootste Europese verhuurbedrijven. Actief in 18 landen, 750 vestigingen. En daarnaast zijn er 7000 mensen werkzaam voor Boels. Voor mijn functie is het belangrijk om flexibel te zijn. En daarnaast is het ook belangrijk, omdat Boels toch wel een internationaal bedrijf is, om goed om te kunnen gaan met verschillende culturen en type mensen. En hoe gaat dat dan? Hè? Je studeert af en dan hoe kom je opeens hier terecht? Ik heb in Business Studies ontdekt wat ik leuk vind. Dat waren procesverbetering en verandermanagement. Daarvoor heb ik gekozen om een pre-master te doen en vervolgens de master Supply Chain Management and Change. Ja, en vervolgens was weer de volgende stap, wat ga ik daarna doen? Altijd gezocht naar een traineeship, omdat ik het belangrijk vind om mezelf te blijven ontwikkelen. En Boels ben ik achtergekomen, is gewoon een gigantisch groot bedrijf met heel veel uitdagingen en heel veel kansen. En toen eigenlijk daar ingerold. Wat is je vooral bijgebleven van de opleiding en wat je hier nu in toepast? Vooral het groepswerken, ook dat menselijke aspect en daarnaast de vele praktische trainingen, bijvoorbeeld over cultuurverschillen. En had je dat idee ook toen je nog in de collegebanken zat, zo van nou hier ga ik later verder mee? Ik denk niet direct, dat je altijd wel afvraagt van, ja, wat heb ik hier nu later aan? Maar ik merk nu wel echt in het werkveld dat gewoon een goede achtergrond geeft, wat je eigenlijk alledaags kan toepassen. Want was je er alle colleges of... Ik was altijd aanwezig. Echt waar? Zeker. Ik niet. Medereva Revalidatie is een dienstverlenend bedrijf. En wat we graag willen als bedrijf zijnde is het ontzorgen van de zorgprofessional. Door bepaalde aanpassingen van hulpmiddelen of van de juiste rolstoel. Dat zij dan ook een beter mobiliteit kunnen hebben dan wat ze op dit moment hebben. En wat is jouw functie en wat houdt dat in? Ik heb een gecombineerde functie, dus ik ben projectmedewerker en daarnaast ben ik ook nog werkvoorbereider. Als projectmedewerker ga je aan de slag met vraagstukken die komen uit het bedrijf. Kan ook vanuit buiten het bedrijf komen, dus vanuit de klant. En als werkvoorbereider zorg ervoor dat ik alles regel omtrent wat de monteurs nodig hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Dus zowel de keuringen tot stand goed kunnen uitvoeren als de reparaties, dus het onderhoud. En wat voor skills heb je daarvoor nodig? Je moet goed kunnen plannen, je moet goede sociale vaardigheden hebben omdat je met heel veel verschillende mensen natuurlijk contact hebt. Daarnaast moet je ook analytisch goed onderlegd zijn. En wat neem je zoal mee van de opleiding hier nu naar je werkplek? Voornamelijk de training van Lean Six Sigma, daar heb ik heel veel aan gehad. Het heeft heel veel handvaten gegeven dat ik tijdens de projecten nu goed inzichtelijk procesplaten kan uitschrijven. Ook aan de training verandermanagement, om vooral te kijken van welke theoriemodellen heb je. En waar heb je nou echt helemaal niks aan gehad? Oeh, dat is wel een lastige vraag. Ik denk aan SPSS. Ja.